die havenavond dingen, daar gaan we nog een meer. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, dat is hier ook, denk ik. Havenmeers hier. Voilà.
water. Oh, en hier is nog een dal onder. Ik weet het. Ik heb nog liefhebbers gezien en hier zijn er wat vlokken van. Ze krijgen niet. Ze blijven hangen. Het zal ergens aan willen baden. Ja, ze blijven hangen, ze komen niet ketteren. Het zijn toch dichter, hoor. Hier? Duurt het lang, joh. Ja, dat is al 2 of 3 uren daar. Allee, nou zal het vet van deze nog weg zijn. Dat kan ik niet aan moord zijn. Ja, maar ik toch van leven in het je kan doen. Oh, ja. Ik zou het ook wel heel snel zijn. Ja, dat is veranderd. En de wind dacht ik. En ze zijn met z'n vieren. Ze zijn erbij gekomen. Dat wil zeggen 11 seconden. En dan krijgen we hier een mannetje zien dat ze door zijn. Dat is op 25 seconden. De 5 ronden. Nog 5 ronden. We hadden 30 seconden bij de voorgaande passage, jongens. Nog 4 ronden. Met Patrick Bogaert, Alexander Komatic. En Peter Bok, 2 ronden. Dat is op de 31 seconden. De volgende ronde 6. Van Kingman, van de volgende ronde 2. We hadden 31 seconden, nog 3 ronden, en Frans van Baal aan de voorhand. En met de nummer 3 staat de groep toe. Dat is op 32 seconden. Nog 3 ronden voor de moment met een zon op de mando. En nog 4 ronden voor de moment. En nog 4 We komen op 2 ronden van het einde met onze 4 koplopers. Met Peter Aerts aan het commando voor Hans van Baal, Peter Cox en Patrick Bogaerts. Compact peloton, nog 2 ronden jongens, nog 2 ronden. En we hebben 30 seconden. Blijf staan, Fisco. Nog 2 ronden, encore de tour. Tour laps de goal. We hadden nog 30 seconden. De laatste ronde voor onze 4 koplopers. De laatste ronde. En we hadden nog 30 seconden de voorsprong. Met Peter Aerts aan het commando voor Patrick Bogaerts, Peter Cox en Hans Kopp. De laatste ronde, jongens. We hebben 33 seconden. De laatste ronde. Met André Prinsen aan het commando van het peloton. De laatste ronde. Gekozen. We krijgen 1 man. Ja, Okie. Dat is de man in het geel, Patrick Bogaerts.
Geef hem een applaus, dames en heren. Patrick Bogaert. Aankomst, jongens. Het zijn tweeën weg met de deze box daarbij en dan ja, of op een eerst 22 seconden, 15 seconden, 11 seconden en dan in één ronde die 11 seconden weg met zijn vieren op. Was er in verwacht of zijn ze er zo van naartoe gekomen? Nee, ik zit in de Peter al goed doen, gewoon wachten. Het was nog 50 rondes en als mijn 20 kost het nog zwaar en hadden we even last. De 4 is beter, hè? Ja, de 4 is altijd beter. Het is daarom dat ze zeggen met 4 in bed op 4 open. Voilà. Jongens, kom erbij, we krijgen hier. Luc, kom erbij, proficiat ook, Luc ook proficiat. En dan de juffrouw, ja, je moet beginnen, één voor één de juffrouw, want die man op de groep heeft die goed gezien. Voilà. Onze sympathieke hostess van City Clean Service gaat de bloemen overhandigen. We beginnen met de winnaar, Patrick Bogaert. Voilà, ik ga je citeren, wij moeten niet kussen, dan gaan we door naar de D-categorie. Kampioen van België, Luc van Rooij. In de D-categorie. En dan hebben we de kampioen van België in de oudste categorie. Ludo de Bakker. Pas op de houten, dat ze zijn we liever dat ze kussen. Draai je maar om en ze pakken kussen op. Dus daarom zijn ze gaan tussen staan. Voilà, zo. Voor de foto's vindt u op www.vlamsewielrijdersvereniging.be. Voilà, geef ze een applaus, dames en heren.